Er worden weer volop aardappelen gerooid dit jaar. We zijn dit seizoen begonnen met een erg nat voorjaar, waardoor een laat gepoot is. Op verschillende plekken kwam dit jaar het pootgoed erg slecht op. Toen kwam er een hele lange droge periode met daarna flink wat water, waardoor de Vytofstra-druk op het moment heel erg hoog is. We lopen een paar weken achter ten opzichte van normaal, maar het rooien gaat momenteel met dit weer heel goed. Met de kennis van nu lijkt de totale opbrengst in Nederland gemiddeld uit te komen. De prijzen stonden hoog, maar de laatste weken is de prijs hard gedaald vanaf het moment dat de aardappels gerooid konden worden. En vanaf dat moment zitten wij ook weer heel veel in de trekker om de oogst voor jullie in kaart te brengen.